Deze week is het 60 jaar geleden dat Ajax zijn allereerste Europacup-wedstrijd speelde. Tegen Wismut Aue uit het toenmalige Oost-Duitsland. Ajax trad aan met een nog piepjonge Sjaak Zwart en met Piet van der Kuil. Beide spelers en vele anderen blikken voor Ajax TV terug op de avontuurlijke uitwedstrijd in de documentaire Europees debuut achter het ijzeren gordijn. Also, wir sind in Bleiberg erschossen Wismut. Was staat dan? Nou, van der Kuil en Bleiberg schoten Wismut mooi, ongeveer. Oh ja. Zwart, hier heb ik zwart, hier zo. Twee regeltjes maar. Is weinig, hè? Maar meneer van der Kuil, u was de speler van de wedstrijd. Staat er. Ja, staat er. Oh, dat staat er, ja. Nou ja. Is maar één keer geweest. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd hoor, we hebben toch gewonnen. Daar gaat het om. Ja, dat is waar. En mijn kop staat er niet op. Mijn kop staat er niet op. Nee, kijk maar. Hij zit achter mij. Mijn kop staat er niet op. Zwaar, wacht even. Wacht. Ja, maar hij was ook zo klein. Dus ik had hem zo klein. Nou, ik zal maar, moet je op de foto. Ja, wel mooi. Ik had ook op haar handen hoor, waar die achter stond. Ja, kijk maar staan, maar zitten wij. Sjaak Zwart, Piet van der Kuil en vele anderen in Europees debuut achter het ijzeren gordijn. Aanstaande zondag om 8:30 op Fox Sports 1.